Auteur, auteur. Een hoorspel geschreven door Roderick Wilkinson en vertaald door Piet van Aken. Zeg, luister hier eens naar. Hm? Stephen Fletcher, de bekende schrijver van detective romans, is in dienst getreden bij het departement van pers en propaganda. Huh? En de journalisten verklaarden de heer Fletcher dat hij het schrijven opgegeven heeft om zich geheel aan zijn nieuwe taak te kunnen wijden. Huh? Nou, breek me klomp. Hoe is dat mogelijk? Pers en propaganda? Wat zou dat allemaal omvatten? Dat, mijn beste Pikorski, betekent dat onze geestelijke vader in plaats van romans nu voor de regering artikelen moet schrijven over hoe je bijvoorbeeld een drukke straat moet oversteken zonder aangereden te worden. Of hoe ons dierbaar vaderland er weer helemaal bovenop kan komen. Artikelen voor de regering? Wat gaat er dan met ons gebeuren? Nou, lees zelf maar. Dan weet je meteen wat er met ons gaat gebeuren. En de journalisten verklaarden de heer Fletcher dat hij het schrijven eraan gegeven heeft. Hij heeft het opgegeven? Ja, mijn beste Pikorski. Hij heeft zijn lier aan de wilgen gehangen. Zoals men dat onder cultuurdragers zegt. Maar dat kan niet. Hij deed het. Het staat hier zwart op wit. En wij dachten nog wel dat hij met vakantie was. Schrijvers gaan niet met vakantie. Niet als ze succes hebben. Dat kan niet waar zijn. Er moet een vergissing in het spel zijn. Hij laat dit manuscript toch niet zomaar liggen. Hij is al in het vijfde hoofdstuk. De dagbladen zouden het niet vermelden als het niet waar was. Artikelen voor de regering. Ik geloof het niet. Dat moet een vergissing zijn. Een schrijver mag zijn lier aan de wil hangen als hij daar zin in heeft. Hij mag zijn geesteskinderen daar zomaar niet bij hangen als hij daar zin in heeft. Jammer dat wij geen vakbond hebben. Ik laat me zomaar niet op zaad zetten. Zeker niet alles wat ik voor hem gedaan heb. Ik zijn doorgewinterde, gehaaide politieman. Al vanaf het moment dat hij voor het eerst zijn pen op papier zette. Dozijnen keren ben ik bont en blauw geslagen. Aan stukken gesneden, met kogels doorzeefd. Ik heb nachtdienst, dagdienst en extra diensten gelopen tot ik er extra ogen van kreeg. Dozijnen keren zette hij mijn leven op het spel. En nou denkt hij dat hij me zomaar aan de kant kan zetten. Ja, nou weet ik dan. Moet ik dan de sigaar zijn? Ik, de schurk. Drie keer ben ik om zeep gebracht in die fijne boeken van hem. Drie keer notabene. Wat hij nou doet is nog veel erger. Ik weiger het te geloven. Hij had tenminste dit boek nog kunnen afmaken. Ik begon er net zin in te krijgen. Een prachtige titel had het. Zinko droeg een bril. Derek, voor een detective hou jij je nogal rustig. Kunnen we niet iets doen? Iets dat hem de lust voor dit regeringsbaantje zal ontnemen. Ja, ja. Wat kunnen we doen? En toch zal het zover niet komen. Tenminste niet als ik er iets aan kan doen. We zitten al 2 maanden duimen te draaien in afwachting wanneer het meneer zal behagen verder te schrijven aan zijn roman. En al die tijd zit hij op het departement. Het wordt me nou ineens duidelijk waarom hij ons halfweg hoofdstuk 5 naar dit afgelegen landhuis heeft gestuurd. Ik dacht toen al dat er een luchtje aan de hele affaire zat. De detective, de schurk en de heldin in dit landhuis in afzondering bij elkaar. Herinner je nog wat ik zei toen ik hier amper binnen was? Ja, precies wat je van een smeris kan verwachten. Derek, je moet er iets aan doen. Ja, maar wat? Het lijkt me dat hij zich op deze manier netjes van ons heeft afgemaakt. Heb jij dan zin om hier je hele verdere leven te zitten vegeteren? Nee, ik niet. Zal me niks anders overblijven dan naar een nieuwe geestelijke vader uit te kijken. Dan lopen genoeg schrijvers rond die een knap detective best kunnen gebruiken. Ja, maar er lopen niet zoveel knappe schrijvers rond. Vergeet niet dat wij een reputatie hebben op te houden. Ik tenminste. De schranderste politieman die een auteur zich kan dromen. Ja, je hebt gelijk. Ik zou het allesbehalve prettig vinden de schurk te spelen voor de eerste en de beste schrijver. Die de drempels van de uitgevers met zijn manuscripten moet platlopen. Snap je nou wat er op het spel staat, Derek? Ons bestaan als romanpersonages is in gevaar. Onze integriteit... Ik laat me dit zomaar niet welgevallen. Wat denkt hij wel? Desnoods sleur ik hem uit dat baantje hierheen. Hij moet weer gaan schrijven. Begrepen. Ik zal eens openhartig met hem gaan praten. Ja, ik kom. Maak een beetje voort, Steven. Zo komen we nooit op tijd voor die film. Ik ben al 10 minuten klaar. Dat mag ook wel aan de balk. Ik moet altijd op jou wachten. Oh, je hebt vanavond wel erg veel tijd nodig. Hé, wat kan dat nou zijn? Verwacht je iemand? Hoe kan je dat nou vragen? Dan zou ik zeker niet aan de bioscoop gaan. Er komt altijd iemand als je klaar staat om weg te gaan. Binnen. Ja, Cassie, wat is er? Er is iemand die meneer wil spreken, mevrouw. Hij wou zijn naam niet noemen. Hij zegt dat meneer hem kent. Een oude vriend van u, zei die meneer. Een oude vriend?
Heb je hem hier dan al eerder gezien, Kathy? Nee, meneer. Ik heb meneer nog nooit eerder gezien. Hij is vrij groot, goed gekleed en hij praat... hij praat als een heer. Een heer? Ik ken geen heren. Hij moet aan het verkeerde adres zijn. Je kan beter even gaan kijken, Steven. Hij is in de kleine kamer, meneer. Dank je, Kathy. Een heer. Goedenavond. Meneer Fletcher, niet waar? Ja. Mijn naam is Semple. Derek Semple. Semple? Ja. Ik ben privédetective. Detective? Ja. U weet wel, de detective die in al uw romans voorkomt. Neemt u mij niet kwalijk, maar mijn vrouw en ik willen juist uitgaan. Ik heb nu geen tijd voor grapjes. Excuseert u me dus, misschien een andere keer? Dit is geen grapje, meneer Fletcher. Ik ben Derek Semple. Ik herhaal dat ik geen tijd heb voor grapjes, meneer. Zoals ik u al zei, mijn vrouw en ik zijn op het punt om uit te gaan. Ik ben werkelijk Derek Semple. Een sigaret, meneer Fletcher? Nee, dank u. Toen neemt u er een. Barrett's Virginia, rook nooit anders. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. Niet? Nou, als ik nu dan wil excuseren... Apropos Fletcher. Die schram die ik in je laatste boek aan mijn pols kreeg... was wel een beetje diep, hoor. Pas verleden week kon ik het verband eraf doen. Kijk eens, wat een litteken. Je zal voortaan een beetje omzichtiger moeten omspringen met je revolver. Ik ben niet zo taai, weet je. Ik heb nu heus geen tijd voor grapjes, meneer. Je bent niet erg gastvrij, Fletcher. Na alles wat ik voor je heb gedaan. Wie lost het geheim van de zingende piccolo op? Met slechts 2 sleutels... En wie bracht de zaak van de Thackeray-moorden tot klaarheid? Wie maakte je met 1 slag beroemd door uit te puzzelen hoe Dr. Jameson in een 1-persoons vliegtuig werd koud gemaakt? En nu ben ik met de trein van Elizabeth in Dorset naar hier gekomen zonder eten, notabene. En alles wat jij weet te zeggen is dat je geen tijd voor me hebt. Oh. Fletcher, wat is er? Voel je niet lekker? Je ziet zo bleek, ouwe jongen. Kan ik iets voor je doen? Ja. Iets voor me inschenken. De flessen staan daar in de kast. Oké. Weet je, die treinen, die zijn moordend. Je zal een nieuwe wagen voor moeten versieren. Mijn oude brandde uit in het eerste hoofdstuk van je nieuwe boek, weet je nog? Nog een geluk dat ik het er heel uit heb afgebracht. Waar waren we gebleven? Oh ja, soda? Nee, ik denk dat jij beter puur kunt drinken. Je ziet er slecht uit, weet je dat, Fletcher? Ja, dat zei je al. Op je gezondheid. Dat smaakt. Waarom laat je me daar niet meer van drinken? Beter dan altijd maar bier. Waar vandaan zei je dat je kwam? Elizabeth. Je weet wel, het landhuis bij Dukep. De anderen wilden ook mee, maar dat heb ik ze uit hun hoofd gepraat. Welke anderen? Nou, Pikorski, Juffrouw Blanchard en Hawk. Fletcher, jij ziet er werkelijk ellendig uit. Laat me nog wat inschenken. Alsjeblieft. Ja. Nou, wat betekent dit allemaal? Ja, dat zei ik je toch al? Pikorski, Daphne Blanchard en PC ook wilden met me mee hier naartoe. Maar daar voelde ik niets voor. Pikorski is nogal opvliegend. En dat zou de zaak alleen maar erger maken. Of je bent krankzinnig of je hebt te veel detective romans gelezen. Detective romans? Lees ik nooit. Graham's Oorsprong der Psychologie is mijn genre. De anderen zijn helemaal niet te spreken over de gang van zaken. Welke gang van zaken? Dat je opgehouden bent met schrijven. Wij vinden dat niet netjes van je. Het is eigenlijk een heel gemene streek. Gemene streek? Na alles wat we voor je hebben gedaan. Je weet net zo goed als ik, Fletcher, dat je ons onder valse voorwendsels in dat landhuis hebt gelokt. We dachten dat het bij de intrigue van de roman hoorde. Alhoewel het mij wel een beetje vreemd voorkwam, hoor. Dat we daar met z'n allen naartoe moesten. Pikorski ook. Ik ken je techniek zo'n beetje. Ik moest Pikorski eigenlijk helemaal nog niet ontmoeten. Zeker niet voor het boek een eind over de helft was. En je was pas in het 5e hoofdstuk. Dat vond ik vreemd. Ja, neem me niet kwalijk. Stuurt het je als ik er nog eentje neem? Niet in het minst. En voor mij geen sodawater. Waar was ik ook weer gebleven? Oh ja. Hoofdstuk 5. Dat heeft wel 2 maanden gelegen. We dachten al dat je met vakantie was, tot we in de krant lazen over je nieuwe baan. Natuurlijk wist ik meteen dat dat bericht onzin was. Helemaal geen onzin. Helemaal niet wat? Onzin. Probeer je grappig te zijn. Beste vriend, misschien is dit alles wel een nachtmerrie, maar ik ben nog wel bij mijn positieve. Ik zal jou de waarheid vertellen. Dat is toch wat je weten wilde, niet?
Ik heb het schrijven eraan gegeven. Ik heb nu een baan bij de staat. Voordat jij hier zo ongelegen binnenkwam vallen, was ik juist aan het overdenken dat het hoog tijd werd is een rustig, geregeld leven te gaan leiden. In plaats van halve nacht op een schrijfmachine te zitten ratelen. En nou ik jou ontmoet heb, weet ik pas goed hoe wijs ik gehandeld heb. En nu, wil je nu maken dat je wegkomt voor ik de politie roep om je weg te halen? Of om een dokter te halen voor mezelf? Is dat je laatste woord? Mijn allerlaatste. Onherroepelijk. En nu, eruit. Je bezoek heeft dus niks opgeleverd. Geen zier. Maar je stapel gek. De een of andere halve geire bood hem dit staatsbaantje aan en hij helpt het toe. Er moest een wet zijn om zoiets te verbieden. Heb je zijn vrouw ook gesproken? Nee, ze was al die tijd in een andere kamer. Nou, daar zitten we dan. Nou weten we het. Ja, wat weten we? Dat we de sigaar zijn. We zijn uit de circulatie. We moeten op zoek naar een nieuwe schrijver. Ik zoek in geen geval een nieuwe schrijver. Dat is mij te gewaagd. Je weet nooit wat je kan overkomen met die tegenwoordige cijfers. Ze zijn zo onbetrouwbaar als wat. Een kennis kwam, werkte bij een van die Amerikaanse schrijvers. En voor hij het wist, zat hij tot over zijn oren in een kinderblad. Je hebt gelijk, PC. En wat mij betreft, ik laat me niet inpalmen door een van die kerels die stomzinnige suikerzoete liefdesverhalen voor een damesblad in elkaar flansen. Nog liever zou ik werken voor een of andere klungel die hoorspelen schrijft. Bespaar ons hoorspelen. Ja, maar wat moet er nou met ons gebeuren? Wat gaan we nou doen? Ga jij bij de pakken neerzitten, ja of nee? Ik niet. Hij moet niet denken dat hij zomaar van ons afkomt. En wat zeg jij, Pikorski? Vrienden, ik geloof dat ik me niet vergis als ik denk dat onze knappe detective een plannetje heeft uitgebroeid. Een enigszins boosaardig plannetje. En hebben jullie het ooit meegemaakt dat Dick er niet bij wilde zijn als iemand een boosaardig plannetje had uitgebroeid? Akkoord. Nu kunnen we van stapel lopen. Maar hoe? Als hij zijn boek niet wil afmaken, dan doen wij het. Wat? Wij zelf? Van een detective had ik iets beters verwacht. Zwijg en luisteren jullie allemaal naar het plannetje dat ik heb uitgebroed. Nog thee? Steven. Hm? Ik vroeg of je nog thee wilde. Steven, dat is nou al meer dan een uur dat je voor je uit zit te staren. Scheelt er wat dan? Hm? Oh, helemaal niet. Maar wat zou er aan schelen? Ik zit wat na te denken. Die bezoeker, die meneer Sample, heeft hij je met iets lastig gevallen? Nee. Hoe kom je daar nou bij? Ik zei toch al dat hij me wou spreken over mijn boeken. Ik dacht dat je het aan je uitgever en al die lui verteld had. Trouwens, ze moeten het toch in de kranten hebben gelezen? Ja, maar hij wilde dat ik weer ging schrijven. Hij schijnt meer indruk op je gemaakt te hebben dan je uitgevers. En je weet hoe die hebben geprobeerd je over te halen. Oh, je bent zo afwezig sinds je met die man gesproken hebt. In de bioscoop ook al, je zei geen woord. Ik ben er zeker van dat je je niets meer van die film weet te herinneren. Ach, overdrijf nou niet alsjeblieft. Ik ben helemaal niet afwezig. Ik zei dat ik alleen maar zit na te denken, dat is alles. Er is geen sprake van dat die kerel zo min als iemand anders me zou kunnen overhalen om weer te gaan schrijven. Ja. Wie belt er nou nog? Ah. Op dit uur vanavond. Is Cathy nog op? Ja. Oh, ze gaat al naar de voordeur. Ja, ze lijken wel gek om zo laat nog aan te bellen. Je weet nooit waarom ze bellen. Er is iemand van de politie. Hij wil u spreken, meneer. Van de politie? Mm-hmm. Wat kan dat betekenen? Dat zullen we zo wel horen. Cathy vraagt meneer binnen te komen. Goed, meneer. Zou het niet beter zijn als je naar hem toe ging? Nee, ik ontvang hem hier. Binnen. Gaat u binnen, meneer. Dank u. Goedenavond, mensen. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, de chef die zond me hierheen om u een paar vragen te stellen. De gewone routinevragen eerst, u weet hoe dat gaat. Vragen? Maar waarover kunt u mij iets te vragen hebben? In verband met die schietpartij, meneer. Welke schietpartij? Schietpartij? Ik dacht dat u ervan gehoord had, meneer. De chef zei dat u ervan gehoord had. Het gebeurde in de Kinian Street, meneer. Vanmiddag om 3:34 om precies te zijn.
Kinnean Street. Wat betekent dat allemaal? Is er soms een bekende van ons bij betrokken? Zeg het dan maar meteen. Dat nu juist niet, mevrouw, maar meneer Fletcher moet er meer van weten. Ik? Ja, u meneer. Ziet u, het was een van die afrekeningen. U weet wel, een klein meningsverschil tussen twee benden. Twee benden? Ja, mevrouw. Maar zoals ik al zei, alleen maar een klein meningsverschil. Geen grof geschuurd hoeren en niemand om zeep. Hm. Alleen maar een paar schrammen en een beetje bloed. Een zekere Zinco Hennessy. Bij ons op het bureau noemen we hem Zinco. Hij is een oude bekende. 12 ambachten en 13 ongelukken. En allemaal in onze branche. Afpersing, valse tegen schrift en dergelijke dingen meer. Ja, hoe het ook zij, er werd op hem geschoten. Vanmiddag 3:34. Door één of meerdere onbekenden. Vanuit de zwarte personenwagen. Zinco? Zinco. Jij kent wel iemand die zo heet. Waarom bent u naar mij toegekomen? We hebben hem, die Zinco bedoel ik. Bij ons op de dienst doen we ons werk zoals het hoort. We vonden dit briefje op hem. Ik heb er hier een afschrift van. Hm? Alsjeblieft, meneer, hier is het. Die knul, ik bedoel Zinco, mevrouw, zei dat hij het aan uw man moest afgeven. Aan mij? Van alle onzinnige geschiedenissen is dit wel... Wees niet ongerust. Ik heb het goedje verborgen tot het onweer afgedreven is. Zinco zei dat hij dat briefje aan u moest afgeven, meneer. Ik heb het goedje verborgen tot het onweer afgedreven is. Wat is dat voor onzin? Ja, ze zullen zich in de naam vergist hebben, Steven. Dit briefje kan onmogelijk voor jou bestemd geweest zijn. De chef zei ook al dat er een luchtje aan zat, meneer. Als u dus alleen maar die paar vragen wilt beantwoorden, dan kan ik uw antwoorden noteren. Hier heb je mijn antwoord op al je vragen. Ik heb er geen benul van wie die Zinco is, ook niet wat de inhoud van het briefje betekent, waarom het voor mij bestemd zou zijn en waarom jij hem het kon brengen. Goed, meneer, ik heb het. Is dat alles wat u te verklaren hebt in verband met deze zaak, meneer? Ja, dat is alles. Een bendegeschiedenis, dat moest ons nog overkomen. Uitstekend, meneer. Ik zal mijn verslag nog vannacht opmaken voor de chef. Hij houdt van stiptheid. Zoals ik al zei, er zit een verdacht luchtje aan deze zaak. Ik heb een fijne neus voor die dingen, al zeg ik het zelf. Goeienacht, meneer. Ja, goeienacht. Cathy zal u wel even uitlaten. Cathy, wil jij de brigadier even uitlaten? Ja, goeienacht, brigadier. Goeienacht, mensen. Welterusten, meneer. Ik geloof dat ik maar gauw onder de wol kruip voor er weer wat krankzinnigs gebeurt. Ja. Ga jij ook mee? Nee, ik wil nog graag even de krant lezen. Vergeet je niet de wekker te zetten. Je moet morgen vroeg op. Ik zal het niet vergeten, liefje. Welterusten. Tot straks. Ik praat je niet, meneer Fletcher. Wie voor de... Hoe kom je hier? Langs de veranda. Ik sta hier al een half uur achter het gordijn. Ik heb gewacht dat je vrouw naar boven was. Wat wil je? Je hebt hier niets te zoeken. Maak dat je wegkomt. Doe nou, meneer Fletcher. Ik kom hier met de beste bedoelingen van de wereld en ik hoor alleen maar... Maak dat je wegkomt. Nee, meneer Fletcher. Eerst laat je mij netjes mijn zegje zeggen. Jij gaat eerst eens braaf naar me luisteren. Ik geef je 2 minuten om mij te vertellen waarom je hier gekomen bent. Maak het kort, anders bel ik de politie. Ik ben de schurk in het manuscript. De schurk in welk manuscript? Als jij gekomen bent om je mij te... Je snapt het helemaal, meneer Fletcher. Je snapt het helemaal. Pikorski, de bloeddorstige, de vrede snoodaard, de schurk. Alle mensen, we zijn hier in een... Luister, Pikorski. Ik ben nu aan het einde van mijn Latijn. Ik heb vanavond al meer verdragen dan... Laat me uitspreken, Fletcher. Oh. Ik ben Pikorski. De brigadier die zo even hier was, was Hok. Jouw eigen klabak. Die uit je boeken. Hok? Dat is al te gek. Wat heeft dit alles te betekenen? Eerst Sempel, daarna Hok. Toen je vanavond aan Sempel zei dat je geen letter meer schrijven zou, toen maakten wij vieren een plannetje. Wij besloten het boek zelf af te maken. Zelf af te maken? Ja, maar ons plan deugt niet. En naar de politie hoef je ook niet te gaan, want de klabakken, de echte klabakken bedoel ik, die weten van niks. Ik bedoel van Hok en van Zinco. Oh, dus Zinco en zijn fameuze briefje horen ook bij het boek. Ja. Dat is wat ik jou wilde uitleggen. Snap je het niet?
Ze zullen jou de nor indraaien. De klabakken bedoel ik. Ze zullen denken dat jij krankzinnig bent. En ze zullen nog gelijk hebben ook. Na alles wat ik vannacht heb doorgemaakt. Zie je het nou? Wij kunnen dat boek niet zelf afmaken. Dat loopt op niks uit. De anderen snappen het niet, maar ik wel. Jij moet dat boek afmaken. Ik schrijf geen boeken meer. Geen bladzijde, geen woord. En wil je nou gaan, alsjeblieft, voor ik de politie roep, daaruit. Voor de allerlaatste maal, ik smeek je. Alsjeblieft, weg. Stil, stil, mijn vrouw. Vlug, via de veranda. Via de veranda, zeg ik je, man. Schiet op. Stefan? Wat is er, liefje? Of ben je nog niet in bed? Ik dacht dat ik stemmen hoorde. Oh, stemmen? Wanneer? Zo even, Stefan. Ik dacht dat ik... Ik hoor iemand in de tuin. Oh, Stefan, er is iemand. Daar, achter die boom. Oh, waar, liefje? Ach, je verbeelding speelt je parten. Nee, daar. Kijk dan, achter die boom. Oh, waarschijnlijk is het die politieman van daar straks. Je begrijpt naar de geschiedenis met dat briefje. Oh, ja. Misschien wil hij ervoor waken dat we niet weer lastig gevallen worden. Een ogenblik, liefje. Ik zal even gaan kijken, hè? Om zeker te zijn. Wees voorzichtig, Stefan. Ik ben verschrikkelijk bang. Leuk. Dit is geen grap meer. Als het weer een... Van gedachte veranderd, Stefan. Wat? Oh, verdraaid, Semple. Waarom... Je hoeft niet te zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb, ouwe jongen. Hemelsnaam, hou je mond. Mijn vrouw staat daar bij die veranda. Steven, is er iemand? Nee, er is niemand, liefje. En ga nou weg, voor ik helemaal krankzinnig word. Ga nou weg en blijf weg. We zijn 2 maanden weggebleven, Steven. Nu gaan we weer aan onze roman beginnen. Beginnen dan aan, maar niet hier. Voor de laatste maal. Steven. Voor de laatste maal, nee. Ga weg en blijf weg. Ja, liefje, ik kom. Waar? In de woonkamer. Ik hoorde iets. Oh, het is niets, lievertje. Wat is dat? Nou, hoor ik toch ook wat? Zien we wel? Geef me die zaklamp daar eens. Wees voorzichtig, Steven. Ja. Misschien heeft het iets te maken met die Zinko-geschiedenis. Waar zijn mijn pantoffels? Dat weet ik niet. Pantoffels. Nou, hoor je. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat er iemand beneden is. Ik ben in de juiste stemming. Alles is in orde, liefje. Er is hier iemand. Het moet de wind geweest zijn. Ik neem meteen maar een drankje, nou ik toch beneden ben. Krijg ik er ook eentje? Vier. De heldin, om je te dienen. Juffrouw Daphne Blanchard, enige dochter van een gepensioneerd procureur, wonende te Kent, 25 lentes, aantrekkelijk en niet te schranden. Hoe lang ben jij hier al? Niet lang, net voor je binnenkwam. Je vrouw heeft een goede smaak, richtte zij deze kamer in. Hou op. Wie heeft mijn schrijfmachine op de tafel gezet? Deed jij dat? Ja, ik. En ik stopte er ook een vel papier in. Maak dat je wegkomt. Langs dezelfde weg als je gekomen bent. Meneer Fletcher, ik geloof dat Pigorski gelijk had. Je bent werkelijk een ongelikte beer. Na al wat ik door jou doorstaan heb. 7 keer ontvoerd, schipbreuk geleden. Waarom laten jullie mij niet met rust? Waarom trekken jullie er niet voorgoed tussenuit? Je weet niet wat je zegt, Steven. Wat zou er gebeurd zijn als Becky Sharp Thackeray in de steek had gelaten en nooit meer was teruggekomen? Wat zou er gebeurd zijn als de 3 musketeers Dumas in zijn opzet hadden verlaten? Ik heb maling aan Thackeray en Dumas. Zonder ons zul je nooit meer schrijven. Wij zijn de ziel van je romans. Maar wat willen jullie nou toch? Ik zei al tegen Sample... Wij willen dat je verder schrijft. Dat je begint met het 6e hoofdstuk van Zinko droeg een bril. Dat willen wij. Ik heb je al gezegd... Dit is je laatste kans, Steven. Zal je doen wat we vragen? Nee,
Ben je daar heel zeker van? Ik ben er zo zeker van als het maar kan. Ik geloof dat dit mezelf meer pijn gaat doen dan jou. Hoe staat het met het glaasje dat je me zou inschenken? Oh, dat is een heerlijke stoel. Je bent toch zeker niet van plan hier te blijven? Waarom niet? Het is hier gezellig. Luister eens, jonge dame. Het wordt tijd dat je leert dat er bepaalde dingen zijn die je niet doet. Mijn vrouw... Jouw vrouw denkt dat je bezig bent een slaapmutsje te nemen. Maar wij weten wat beter, hè, Steven? Eigenlijk kwam je naar beneden voor mij, is niet... Dat nou nog mooier, ik zal jou leven... Je blijft toch kalm, Steven. Eruit jij, maar dat je wegkomt. Als mijn vrouw naar beneden zal komt... Zal ze geen woord van je hele uitleg geloven? Oh, denk je toch eens in, Steven. Veronderstel dat jij een vrouw bent, dat je naar beneden komt. En dat je je echtgenoot met een vreemde vrouw betrapt. En dat alles in het holst van de nacht. 3:00 a.m. om precies te zijn. Wil je alsjeblieft je mond houden? En verbeeld je, Steven, dat de echtgenoot dan tegen zijn wederhelft zegt. Het is helemaal niets, lieve. Het is een van de personages uit mijn boek. Ze is alleen maar fantasie. Oh. Steven, nou zou je je eigen gezicht moeten zien. Ga weg. Alsjeblieft, ga weg. Ik smeek je. Daar staat je schrijfmachine, Steven. Je kent de voorwaarden. Als jij blijft weigeren, dan blijf ik hier zitten tot je vrouw komt kijken waar je uithangt. Ten slotte zou ik helemaal geen romanfiguur hoeven te zijn. Ik zou een vrouw als alle andere vrouwen kunnen zijn. Niet, Steven. Dat kun je me toch niet aandoen? Ik zou de andere vrouw in je leven kunnen zijn. Die onverwacht is komen opduiken om je te ontmaskeren. Alsjeblieft, je moet weggaan. Steven! Stil! Steven! Stil, ze hoort ons. Je moet weggaan. Niet voor je me belooft. Maar ik heb je al herhaalde malen gezegd. Je hoeft me alleen maar te beloven dat je aan het 6e hoofdstuk begint. En ik van mijn kant beloof dat ik onmiddellijk en spoorloos zal verdwijnen. Ja, dat kan niet. Dat kan Steven, toch niet. Waar ben je? Daar komt mevrouw. Oh, wat ik je smeken mag. Zul je weer gaan schrijven? Steven, waarom geef je geen antwoord? Wat ben je aan het doen? Vlug, vlug. Ze komt zo binnen. Zeg ja of nee, Steven. Ja of nee. Steven. Steven. Oh, maar Steven, toch? Je bent weer aan het schrijven. U hebt geluisterd naar Auteur, Auteur, een hoorspel van Roderick Wilkinson in de vertaling van Piet van Aken. De rolverdeling was als volgt. Detective Frans Somers. P.C. Hawk, Huip Orizant. De heldin, Joke Hagelen. De schurk, Jos van Turenhout. Mevrouw Fletcher, Eva Janssen. Meneer Fletcher, Hans Veerman. Dienstmeisje, Gerry Mantel. De regie had Wim Pauw.